Als ik al vijf, zes keer in de week ga fietsen en hardlopen en zwemmen, kan ik dan niet van die ondersteunende core stability oefeningen met een goed gevoel af? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. werken aan je koor voor een betere sportprestatie. Zinvol of onzin? Wie sterker en sneller wil worden, moet zijn spieren trainen. Daar horen ook je spieren van de rond bij. Is het daarom slim om extra core stability oefeningen te doen? En loop je hierdoor ook minder snel tegen een blessure aan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen. Hey Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. We trappen af aan de volgende 100. Aflevering 201. Hebben ja. wij het over Core Stability? Ik moet zeggen, we hebben deze al een tijdje op de redactielijst staan. En ik moet bekennen dat ik er behoorlijk naar uitkijk. Want Aha. ik denk dat dit onderwerp. Een van mijn grootste schuld- schaamtegevoelens is binnen het hele domein van sport en duursport. Vertel eens dan. Nou, omdat ik uh, denk te weten, maar daar gaat deze aflevering uh, antwoord <laughs> op geven. Ik denk te weten dat het belangrijk is om je koor te trainen. om een goede sporter te zijn. En ik denk dan ook te weten dat dat mij zou helpen om sneller te worden, om sterker te worden. om minder blessures op te lopen. Uh, maar ik weet. Dat het mij, en hier heb ik al vaker in de podcast ja. over gehad. eigenlijk vrijwel niet lukt. om structureel iedere ochtend. als ik mijn bed uitkom, hier op het kleedje. even, al is het maar drie minuten, zeven minuten, tien minuten. het maakt me niet uit hoe klein ik het maak. tuurlijk, ik heb van mijn altijd na toen een tijd. die oefening had, dat nee. doe ik af en toe heus wel eens. maar structureel niet. en daar schaam ik me dan voor, want dan denk ik, ja, gast. je loopt zes dagen in de week te fietsen, te lopen, allemaal te doen. maar kijk. Dat vind ik ook leuk. He, dat vind ik leuk ja, om buiten te zijn. Dat vind je niet leuk. En ja. als er nou iets is, nou hoop ik dan deze Maar ik denk, ja, maar sterke buikspieren, daar word je goede sport. Doe dat dan. Ja. Ik doe het niet, Jurgen. Ik, <laughs> en ik hoop er in deze aflevering achter te komen ja. dat dat oké okay is. Ik of doe dat het ik ook het, weinig of te weinig. Daar gaan we zo eens achter komen. Voel je gevoel uh, te weinig? Voor mijn geval, ik doe eigenlijk, uh, ja, uh, eigenlijk alleen maar bij die bodyboost. Maar dan kom ik al een tijdje niet meer op de een of andere manier. Ja, op, op woensdagavond bij ja, de club. van de, van de vereniging. Ja, de ja de en dan denk ik altijd, oh, dat doe ik het zelf thuis wel. Dat doe ik dan toch niet, want dan ga ik toch liever fietsen of lopen. Ja, of, uh, en ja maar doe... dus, dus je herkent toch ook het, het fundamentele schuldgevoel dat je denkt, oh, ik zou eigenlijk mijn oefeningen hmm. moeten doen. Dat schuldgevoel is toch Dat ken je iets. niet. Nou, nadat ik me een beetje heb verdiept in het <laughs> onderwerp... Denk, misschien spoiler, spoiler. is het allemaal nog niet zo heel erg. Ik moet trouwens ook maar, wel zeggen... Ik kom dus ook mensen tegen in de sportwereld... Die dit probleem wat ik nu beschrijf helemaal niet herkennen. Hè? Die gewoon die keurig strak ja. iedere oefeningen doen. Als die bij een fysiotherapeut zijn geweest... En die zegt, je moet dit oefening ja. Die doen dat Heerlijk, gewoon. Ja. Ja, ik zou willen dat ik zo in elkaar zat. Maar ja. mijn karakter werkt zo niet. Ik zou willen zeggen, Jurgen... Waarom hebben we het vandaag over de nut en noodzaak van Core Stability? Training? Nou, het, ja, omdat iedereen. We hebben het erover, iedereen kent het, iedereen doet het wel of niet. En we hebben gewoon een goede vraag gehad van uh, Tieter Stoffelen hierover. Ja. En die, die vond Schoffelen. Ik wel, schoffelen, en die vond ik wel een goede uitnodiging om daar eens even goed naar te kijken, om dat uit te zoeken. Sterker nog, er is een kleine cliffhanger voor deze aflevering in onze meest recente aflevering met luisteraarsvragen. Mm -hmm. Waarin hij eerst bij stond en toen ja. kwamen we erachter, ja, maar dit, dit is eigenlijk gewoon een vraag van een heel onderwerp. Ja. Ja. Zal ik de vraag van Titus eens voorlezen? Is Het is een, een mooie longread, let op. Titus, dankjewel. Hij schrijft, als fysiotherapeut behandel ik veel patiënten met rugklachten. Een jaar of twintig geleden is daarbij de core in de aandacht gekomen als mogelijk belangrijk element in de behandeling en preventie van rugklachten. Deze hype train, en daar geeft Titus al iets weg van wat hij ervan vindt, is behoorlijk tot stilstand gekomen. Er is genoeg evidentie, wetenschap dus, daar houden we van, dat het effect van koorstabiliteitsoefeningen tegen rugklachten niet groter is dan welk ander oefenprogramma dan ook. Sterker nog, er is nu een beweging op gang gekomen die aantoont dat juist het bewust aanspannen van je koor herstel in de weg kan staan, of misschien in sommige gevallen klachten kan veroorzaken. En nu komt de vraag. Nu vraag ik me af hoe het zit met sportprestaties en koortraining. Ik zie heel veel sporters enorm veel koortraining doen. Hoor veel claims dat het zo belangrijk is. Maar is dat ook echt zo? Nou... Golfje naar de hand van de Slimme Presteren Podcast. <laughs> ja. We gaan uh, op het einde natuurlijk even zoomen met Vroemen. Om eens even te kijken hoe hij daar in de praktijk in staat. Kan dus blijken dat hij uh, verouderde ideeën heeft op basis van de wetenschap. Kan zijn dat hij er uh, een genuanceerd praktisch advies over heeft. Maar we gaan met jou beginnen, Jurgen. Uh, mm -hmm. Wat zegt de wetenschap? En hoe de F moet je dit onderzoeken? Ja, dat is een hele goeie. Nou, het begint er al mee. Wat is de core precies? We hadden het al in de voorbereiding erop. Ik had uh, romp. Ja. Maar wat is je romp soms kom je trunk muscle training tegen core is kern hè of ja, zo. Of, ja ik, ik begrijp eigenlijk tenminste de wetenschap is daar nog niet uit welke spieren oh, lekker precies Lekker dan, we doen. gaan het over een onderwerp hebben maar, maar niet eens een, een definitie van alles weet, is. vanaf de heup tot aan uh, je schouders ja. dat zou vond ik al gênant want ik zijn. zou ja. denken core stability is alles vanaf de heup tot de borstkas ja toch? De buikspieren. Nee, ja, ja, de en schuin, ook en, je rug. en alles staat weer met elkaar verbinding. Ja, dat is ook zo. Kom je dan ook achter als je oefeningen doet, uh, zoals een dead bug of zo? Een je je, uh, dead bug. Moeten we voor de mensen die nooit bij ons boeken, dat is dus op voorbij. je rug liggen. Ja. Armpjes in de lucht, beentjes in de lucht. Ja. En dan één uh, uh, links, linkerarm, rechterbeen laten zakken en andersom. Ja. En dat heel gecontroleerd. Onderrug op de grond ja. houden. En dan voel je inderdaad, ja, zeker je buikspieren aanpannen, aanspannen. Ja. Uh, als je het goed ook je heupspieren gebruik je daar ook weer voor kortom ja. dat is ook een puntje van ja kan je geïsoleerd een paar rompspieren oefenen op die manier nou ik heb het idee dat je altijd best wel veel spieren uh, in beweging moet zetten bij de verschillende oefeningen zijn en dan zijn natuurlijk ontzettend veel oefeningen die ja. je kan doen. Ja. Sit-ups. Uh, ik vind die drie oefeningen van mijn leers een leuke variatie. Ja. Want dan moet ik inderdaad mijn benen in de, op mijn rug liggen, benen in de lucht steken en dan mijn kont van de grond tillen, eigenlijk. Ja. Uh, de crunches is, en zo. Ja, natuurlijk, en de andere je... is dat ik inderdaad mijn benen van links naar rechts moet zwaaien. Ja. Een beetje voor die diagonale buikspieren. Die Superman uh, dingen waarbij je. Uh... Oh ja, dat is dan meer voor de rug. Hè? Dus ja. dan ga je op je knieën zitten met je handen onder je schouders. En dan doe je, je strek je je hand en je benen uit. Ja. En dan vlieg je als een superman. Ja, die gaat... vind ik altijd wel leuk ook. Die voelt nuttig. Ja. Toch? Of je gaat helemaal op je buik liggen. En dan je armen van de grond ik en je benen. Ik zei leuk. Ik bedoel niet nee. leuk. Binnen de core stability ja. oefeningen vind ik die wel goed te pruimen. Oké. Okay, dus... Nee, maar omdat je een soort van nuttig voelt. Dat ja, ik denk, ja, oh, je denkt, oh ja, voelt... dit is een houding. Dat, dat voelt iets met wielrennen. Voelt iets met zwemmen. ja, ja. Oké. Okay. Dus jij vindt wel, het moet een beetje richting de beweging van zoals je hem echt zou uitvoeren of in ieder geval ik merk oefenen. dat het in ja. mijn perceptie helpt bij de bij een, een gevoel ja. van nut ja, ja. ja. oké okay. dus dat is al een, een, een ja een vraag hè? wat wat zijn precies die 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 spieren en daar komt ook het punt hoe oefen je precies er zijn veel uh, oefeningen voor maar iedereen zal beseffen waarom doe je ze uh, ja Omdat tegen blessures moet. oh ja tenminste dat wordt dan genoemd hè ja en uh, betere prestatie, want bijvoorbeeld hardlopen is altijd heel belangrijk. Hè? Uh, energieverlies heb je als jij doorzakt, ja. je heup bijvoorbeeld inzakt. Ja, dan is dat onnodige energie. Ja, je kan je er iets bij voorstellen, natuurlijk, als, als je zo'n lichaam, ja. zo'n verticaal lichaam. Zo snel mogelijk naar voren moet ja. bewegen. Als moet daar zo'n stijgende zak bloed en vlees ja. bovenop staat te schudden. Is dat minder effectief een dan een goede plank Maar is. Ook bij het ja. zwemmen natuurlijk. Ja. Anders is het zakje weg met ja. je, met je ja. benen. Fietsen hebben we het ook wel eens over gehad. Vooral in tijdrithouding. Ja. ja, dat is zonde als dat hele. Uh, Lijf aan het schudden is. Lijf aan het schudden is. Dat zijn de meest. Ja, dat en zijn... blessuren, want daar stap je heel snel overheen. Daar hebben wij ook al een keer in de, dro in de ja. Dropbox, in de podcast gedropt. Ja. Dat als je last krijgt van je rug, krijg je vaak het advies: ga je buikspieren maar trainen. En specifiek die uitspraak is ook waar Titus op reageert. Ja. Hè? Ja, ja, dus dat zijn allemaal best wel iedereen. Ja, dit is eigenlijk een volkswijsheid ergens toch, ja. in ieder geval onder sporters. En ik daar, doe daar, daar, daar ook wel aan mee. Net zoals met mij heel veel atleten, want er is er gewoon een studie onder 1800 hardlopers. Die hebben ze gewoon gevraagd: oké, okay, welke extra training doe je bovenop het hardlopen? Nou, en dan kom Hoe hoog je... stond Padel? <laughs> Die stond heel laag eigenlijk. want Stonde. Eigenlijk stond, nou ja, maar dan heb je het al: 86% de rekken-strekken. Ja. Terwijl wij in een eerdere aflevering daarachter kwamen dat daar weinig wetenschap in is. Ja, wil ik ook nuanceren, want ik ja? heb daaruit gehaald: ik hoef niks aan rekken en strekken doen. Doe ik ook niet. Ja. Dat zeiden we toen ook, want eigenlijk een beetje stijve, pezen gewrichten zijn juist goed voor mm -hmm. die exclusiviteit. Ik merk wel, en dat hebben we in die aflevering ook wel gezegd, hoor. Maar hoor je bij je niet: ik ben inmiddels zo stijf. Misschien omdat ik <laughs> zoveel hard loop en zo niet lenig. Dat ik denk wel dat ik bijna in ja, ja. het gremium zit, uh, motorisch beperkt. Okay, en ja. dat zei toen Guido Vroemen en zeiden wij ook wel in die aflevering. Nou, dat dan een trekken, ja, is een beetje rekken strekken wel ja. aan de orde. Ja, ja. Ja, ja. Um, 70% deed wat aan de core, core stability. En 63% aan weerstandstraining. Van dus krachttraining. Is, ja, echt krachttraining. Of, ja. Uh, en waarom deze dat? Nou, 63% om minder blessures te hebben en 54% voor een betere prestatie. Dus kortom, het leeft onder in ieder geval hardlopers. Ik denk alles. Oh ja, dit is zo'n onderzoek waarin doen. we gaan ja. kijken wat gebeurt er onder hardlopers? Ja, zeg maar niks is, hoe het werkt. Is de vraag van ja, hoe belangrijk is het? Ja, nou ja, dan ga je naar de studies. Er is echt heel veel gedaan, maar echt goed, om dit goed uit te zoeken. Dat is best wel een uitdaging, want je hebt uh, heel veel studies hebben gewoon gekeken naar pak een groep mensen en vergelijk bijvoorbeeld ja hoe sterk hun core is. Doe een aantal sit-ups en kijk hoe ver zij of hoe hard ze kunnen lopen of hoe ver zij kunnen werpen, gooien. En dan zie je eigenlijk best wel goede correlaties van dat. Nou ja, want met je, een sterke je wil, hè, core, dat is een vraag van Titus, sportprestatie? Hoe hard ja. kun je lopen, hoe ver kun je gooien, hoe hoog kun je springen. Linken aan core of kernkracht. Ja. Hè? Uh, en dan moet je dus, ja, dat kun je alleen maar onafhankelijk meten. En dan kijk je zie ik een relatie. En dan zeg je, ja. hey, die zagen ze wel. Die, die zie je dus wel. Dus de betere atleten, zullen maar zeggen. Of de betere wielrenners of zwemmers. Of misschien zelfs als jij gewoon, uh, uh, ja, uh, uh, op jouw plaats iets moet, uh, stabiliteit moet laten zien. Ja, dan kan je dat relateren aan een maat van ook de kracht Juist. die jouw uh, core uh, geeft. Als we hier zouden stoppen, nou, zouden we kunnen stoppen precies. met de conclusie: betere core stability is een betere atleet. Maar we hebben altijd gezegd: ja, een correlatie wil niet zeggen altijd dat het een causaal verband is. En misschien uh, ja, uh, dat er een oorzaak is. Lopen die is. twee dingen gewoon samen op? Als jij gewoon meer traint in jouw sport, krijg je daar ook gewoon ja, sterkere koorspieren. Ja, dat is logisch. Omdat, nou ja, als jij gaat hardlopen, merk je vanzelf dat, ook, dat je ja. ook je core aanspant. Je moet toch die zak vlees ja, van 30, precies, 40 kilo rechtop houden. Moet je toch verplaatsen, ja. ja. En dat gaat nou, automatisch gaat Fijn hè, maar wie ligt er denken als een zak vlees van 40 kilo? Ja, nou ja, uh, en het andere... Uh, dat er een relatie is, is ook duidelijk, want als jij gaat uh, hardlopen en daarna bijvoorbeeld gaat planken, ja. dan is jouw plankprestatie minder als dat je niet had uh, hardgelopen had. En vice versa, als jij gaat planken eerst en dan een stuk gaat hardlopen, loop je minder hard. Minder? Ja. Eerst en gaat klinken ga... omdat Want je ik... vermoeid bent in oh, jou. Ja. Dus je gaat ja, echt... Ja, maar Jurgen, ik, toen ik nog volleybalde, ja. hè, niet omdat ik met een bal kan omgaan, maar wel omdat ik het gezellig vond, had ik wel al geleerd, als je voor de volleybalwedstrijd even wat sit-ups doet, of ja. in ieder geval even die koorspieren activeert, ja. spring je hoger. Is prima misschien, dan even. Maar Geloofde dit... ik in ook. Ja. Daardoor sprong ik ook Maar ook. dit zijn dus wel even uh, studies waarin ze mensen echt helemaal uitputten in ja, de plank okay. en dan zeggen, want dat, zo wil je het onderzoeken van hoe belangrijk ja, ja. is nou een sterke core. Ja, maak die core maar even lekker slap. Ja, je zou eventueel ook Botox kunnen inspuiten. Ja, ja, ja. Maar dat focus okay. wel extreem. Maar het is wel belangrijk, want ja. dat, die, dat idee wat ik heb gaat even over het activeren. Ja. He, dus ik heb het ja, over ja. activeren, en jij zegt ja. over uitputten. Ja, dat is wel wat anders. Om, om die link te, 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 te leggen van een sterke core. Ja, want als je. Wat die... nou, als we de core wegstrepen? Ja, precies. Ja, dan ja. ga je, dan heeft dat consequenties voor je hardloopprestaties. Uiteraard. En nou, dat jij je core aanspant, blijkt ook wel als jij dus uh, flink hebt uh, hardgelopen. Ja. Kun jij minder sit-ups doen? Ja. Nou, Klinkt ook logisch. Oké, okay. nou ja. mooi. Uh, maar je wilde het echt wel eens goed onderzoeken. En er zijn heel veel studies gedaan. En nou, met wisselende eigenlijk resultaten. Ik pik er een, een paar wel uit. Uh, want wat ze vaak doen is: ze kijken niet naar de sportspecifieke prestatie. Dus dan, uh, ja, dan gaan ze puur kijken naar uh, stabiliteitsoefeningen. Bijvoorbeeld, we hadden het laatst natuurlijk met uh, ASM over manieren om bijvoorbeeld te testen of iemand. Uh, goed in balans is. Ja. Balanceren is op de achter, Achteruit laten lopen op zo'n uh... oh ja, zo omgedraaide baantje. Ja, precies. Zo'n smalle ja. regel. Ja, en dan kan je eventueel de breedte van die regel nog variëren. Nou, dat zijn manieren om dat te testen. Nou, dat nou, beweegbaantje had je het al over. Dus er zijn eigenlijk vanuit de wetenschap best wel wat testen die je kan doen. Ik kom zo nog op, op eentje die is toegepast bij een groep on, relatief ongetrainde hardlopers. Die een positief effect namelijk vonden van zes weken. En zes weken, vier keer per week. Vijf oefeningen thuis kregen die mensen. Hoeveel? Vijf oefeningen. Ja, en daarover uitleg, instructies. Nou, dat was een crunch op een bal dan wel. Een rug-extensie op een bal. Dus daar ga je bij. Ja, een dead bug waar we het over hadden. Een stukje heupstrekken en de Russian twist. Russian twist ken je? Is dat met je voeten van de grond ja, en dan zo links en rechts ja, aantikken? Ja, precies. Ja. Oh, nou, twee à drie twee sets van 10 tot 15 oefeningen. Die moesten ze dus vier keer per week doen, hè? En van vijf van die oefeningen. Ja, daarom zat ik net al te cringe, want ik denk... ik zou niet eens aan die studie mee kunnen doen. Nou, het lijkt mij al heftig. Kortom, dat moet je ook in het achterhoofd houden. Bij dit soort studies... Dan gaan ze best wel van, denken ze, ja, we willen wel effect zien. Ja. Dus we moeten wel echt een stevig trainingsprogramma Veel, aanbieden. Niet ja. één keer per week, want dan is het geen... Te en, maar Jurgen, weet je wat ik dus ook... Dan hou ik op over mezelf. Maar wat ik zo stom vind... <laughs> ja. Ik kan dus wel een marathon uitlopen. Ja. Denk je dat dat de hele tijd leuk is? Nee, dat wordt <laughs> natuurlijk ook vervelend. Dus ja. ergens die kop van mij ja. kan best wel doorzetten. Ja. Maar als ik Wij al hoor, vier keer in de week vijf oefeningen, ja. dan haak ja. ik al af. Ja, nou ja, uiteindelijk, deze, deze mensen is het gelukt. Ja. En, dan hebben ze, ja. en wat zagen zij? Dat het bij hun, want, en de controlegroep deed dit niet, de 5000 meter prestatie was verbeterd. Dus die 5 kilometer. Oh, wacht even. Dus gingen die hardlopers testen ja. op een 5000 meter, op een 5 kilometer. En de ja. mensen die dit programma hadden gedaan, die werden sneller. Ja, bovenop, dus hun normale training. Mm -hmm. Nou, mm -hmm. ik, ik denk drie mm -hmm. keer in de week moesten ze dit doen ten opzichte van de controlegroep. Nou, wat scheelde het? Deze mensen waren dus liepen niet zo hard, want ze deden de 30 minuten erover en ze werden 45 seconden sneller na die zes weken. En deden ze die 30 minuten erover voor of na? Het ja, nee, daarvoor. Dus we werden iets sneller. 30, ja. Dus, nou ja. Nou ja, kijk, prima. er zijn genoeg mensen, ook onder onze luisteraars, ja. voor wie 30 minuten op de vijf prima ja, tijd is. Dus het levert zeker iets op. Ja, een denk minuutje je? eraf. De controle. Laten we wel zeggen, ja. ook, ook als je een PR op de 5 van 25 of zelfs 20 minuten hebt, 45 seconden op je 5 kilometer ja. is een behoorlijke chunk. Ja. Nee, klopt. Uh, die controlegroep. Werd ook sneller natuurlijk. Ja, maar die werd 15 seconden sneller. Alleen daar was al, het was niet zo goed gematcht, want die, die liep van tevoren al 26 minuten. Oh, een ja. hele andere doelgroep. Nou ja, dat, dat kom je achteraf misschien achter. Daar kijken wij naar. Zij zeggen dat ze het goed gemest hadden, maar ze hadden onvoldoende gekeken. Ja, dus dan roept bij mij al meteen al iets op van ja, bij 26 minuten is al iets minder te verbeteren. Ja, ja, procentueel als bij 30 minuten, ja, is het dan precies. alweer hetzelfde bijna. Ja. Nou, niet helemaal, en maar ja. Dus je denkt in eerste instantie, mooi, duidelijk effect. Maar als je er iets verder op ingaat, denk je, hmm, want er was geen effect op de balans werd gevonden en zij gebruikten een andere soort uh, oefening daarvoor, een star excursion balance test. En daar hadden we natuurlijk in die aflevering over balans over, dat als je beter in balans loopt, zou je efficiënter lopen, zou je harder ja. moeten kunnen gaan. Maar daar zien ze geen nee, effect Nee, zij zagen op. dus die balanstest en daar hadden ze een soort kruis uh, op, de, op de vloer en dan moet jij midden in het kruis gaan staan en dan moet je met één been over dat kruis heen bewegen en dan kijken ze hoe ver jij kan komen met dat been. En nou ja, als je iets verder bent, ben je iets leniger en ben je iets meer in balans. Kun je iets meer, nou ja, heb je iets meer vrijheidsgraden, heb je ja, meer zeg maar ja, op die ja, manier. Ja. En het andere is, zij keken ook uh, met krachtenplaten naar je loopstijl en dan zagen ze ook geen verschil. Daar hadden ze ook gedacht: van je gaat misschien. Je gaat anders lopen. Kortere contacttijd, hè? Ja, e uh, explosiever ga je lopen. Nee, werd niet gevonden. Waardoor ik dan in ieder geval al denk: van ja, is het misschien toeval dat ze iets harder gingen lopen? Omdat ze iets hadden. Ja, wij hebben mooi placebo-effect ja, geen niet ja, uitsluiten. We hebben wel de extra die oefeningen gedaan. Dus we moeten nu wel harder gaan. Ja, ja. Nou, ik noem eens wat. Nou, dit werd heel vaak. Dit wordt wel vaak dus gezien. Soms wel, soms niet. Uh, wel of niet effecten. En ja programma's die nogal verschillen in. Welke core oefeningen doe je precies? Hoe vaak doe je ze? Uh, ja, en Jurgen, heb je wel wij, of niet supervisie bank, erbij. Uh, zelfs ja. hier aan de koffie kunnen al zien dat als ik core oefeningen ga doen en ik wil een effect meten op een 5000 meter. Ja. Daar zitten zoveel andere factoren bij. Ja. Inderdaad, daar kun je nooit dat effect. Isoleren. Nee. Zowel niet positief, maar ook niet negatief. Ja, He, dus ja. eigenlijk is er bijna niks over te zeggen. Nee, ja, vooral kijk, als het gewoon, als ze er, als er drie minuten van hun tijd ja. afsnoepten... dan zou ik zeggen: ja, dat is wel heel duidelijk. Maar in ja. dit geval denk ik, nou, dit is grijs gebied. En het, waarschijnlijk is dit ook nog een gemiddelde waarde ja, van alle klopt. Perso personen. Ja, ja. ja, nou ja, de, uh, daarvoor hebben we de reviews uiteindelijk, die de mensen die eigenlijk alle uh, studies een beetje. Op, bij elkaar halen en dan zeggen: kunnen we een algemeen effect En dat is een review uit uh, 2022, dus best wel uh, recent. Over en die hebben het dan over trunk muscle training. En dan heb je het al dan hebben ze gekeken van nou, wat valt daaronder? Dat is ook werk met elastieken, ja, het eigen gewicht zoals we dat gewoon normaal doen, maar ook met medicijnballen, ja, uh, die je dan uh, kunt dat het zijn tillen die zware basketbal en he? gooien, et cetera. Ja. En je merkt van ja dat in hoeverre, ja, dan doe je ook je trunk oefenen, maar je doet ook je beenspieren oefenen, als jij zo'n bal opraapt en, en gooit. Ja. Want dat is dan het punt waar wat we straks maar eens even moeten over hebben, van, ja, zijn er andere manieren om je trunk te oefenen, behalve, nou ja, op met... Blanken, crunches, en dat Ja. Oh ja. Yeah. Nou, zij hebben gekeken naar in ieder geval één maat van algemene fysieke fitheid, en dan kun je kijken naar bijvoorbeeld de maximale spierkracht van je benen, of de sprintsnelheid. Uh, ja, hoe wendbaar je bent in een bepaald parcours. Je krijgt denk ik lampjes te zien. Of een geluidje rechts of links. En dan moet je dan volgen. Nou, daar zijn allerlei leuke testjes voor. Um, en, dat noemen zij eigenlijk algemeen. En wat sportspecifieke prestaties. Dus dan, hoe ver kun jij een, een bal gooien? Wat is je zwemtijd? Wat is je roeitijd? Nou, dat... Uh, en dan hebben ze gekeken, 31 studies, 693 deelnemers, leeftijd 11 tot pak een beet 40 jaar. En dan zeggen ze, nou ja, we zien in zijn algemeenheid wel positieve effecten... Uh, van dus zo'n extra core training of van de muscle training. Um, er is een invloed van leeftijd. En dan zie je met name bij die wendbaarheid, bij kinderen hebben daar meer voorbeeld bij... Wel ook belangrijk is, het aantal trainingssessies is nogal belangrijk. Ze zeggen, je hebt er minimaal 18 nodig om een effect te zien op je sprintsnelheid... en op bijvoorbeeld beenkracht. Dus daar heb je het al. Je moet best wel, nou, als je dat vier keer in de week doet, is al, nou ja, vier weken lang, moet je dit dus vier keer in de ja. week doen. Of vijf keer. Lees week. wat je net ook zegt, dat is gewoon een intensief trainingsprogramma. Ja. Nog een dat je daar beter van wordt. Ja. Sterker nog, ik zou zeggen. Kom ik toch weer even terug bij mijn slappe karakter. Uh, dit heeft een bias naar mensen die gedisciplineerd zijn. Ja. en dit soort programma's uit kunnen voeren. Ja, ja Want. Maar... Uh, Professionals oh, zei... Gerritje, die waren al lang afgehaakt. Ja. En, wat, en vooral dan, als je ook kijkt. Ze hebben ook naar de lengte van de sessie gekeken. en die zeggen: ja, oké. Okay, onder de 30 minuten prima. Dan kun je wel wat verbeteren. op die sprintsnelheid bijvoorbeeld. en de wendbaarheid. Maar je hebt echt langer dan 30 minuten dan wel nodig per sessie voor een sportspecifieke prestatie. Dus het snellere roeien of het zwemmen of het gooien. Um, ja, dus daar, daar staan we een beetje van. Ja, het is er wel. Uh, het hangt een beetje van leeftijd af. Misschien jong, bij jongere kinderen misschien wat, wat meer nut nog. Je moet best wel uh, erin investe uh, investeren. Flink in investeren, ja. Maar dan komt de kritische noot ook van die auteurs zeggen ja... Het is eigenlijk nooit te vergelijken met een ander nou ja, traditioneel krachtprogramma waarbij je bijvoorbeeld echt met nou, weerstandstraining met gewichten gaat werken. Bijvoorbeeld op het moment dat jij een, uh, een stang met halters gaat uh, tillen. Ja, gewoon squatten bedoel je? Of, ja, een, uh, kan yeah, squatten jetpass, zijn. Of, yeah. ja, dan gebruik je ook je benen, maar ook zeker je core. Ja, ja. En, eigenlijk dat en we weten daarvan dat je core daar ook van kan verbeteren. Um, alleen, ja, wat is nou beter? Dat vind ik wel waarde? heel niche, Jurgen. Want nu, nu ga je dus zeggen: ja, uh, alleen het nut van core-trainingen afgezet tegen algemeen krachttraining. Maar oké, okay, dan ja. ben je dus sowieso al extra met krachttraining bezig. En dan zeg je, ja, misschien wordt je core wel gelijk meegenomen als je het hele lichaam doet. Ja, de vraag is natuurlijk: moeten jij uh, en ik als hardloper, fietser, triatleet. Nou, per se wel of niet naar die bodyboost? Ja, nou ja, goed. Wij hebben natuurlijk in het verleden bij een aantal afleveringen de meerwaarde van weerstandstraining, krachttraining benoemd. Ja, ja die is evident, lijkt me. Die, die is zeker, daar is meer bewijs voor, laat ik het zo zeggen. En dan moet ik toch ook in uh, ja, een studie uit 2016, misschien wat verouderd, en die heeft eigenlijk heel kritisch artikel geschreven over met name dan topatleten, topsporters. En die zeggen, nou, er is eigenlijk. Amper bewijs dat jouw uh, rompspieren daadwerkelijk verbeteren aan de hand van uh, de core stability oefeningen zoals wij hem uitvoeren, zoals nou, we noemen het al, al die oefeningen. En zij zeggen ja, Los van metingen, misschien van uh, EMG-metingen. Dus uh, dan kijk je eigenlijk dat naar je de, de spieren, wat er gebeurt. Biopten, ja. ja, die worden niet veel genomen, maar je kan eventueel met echo kijken of spieren echt groter worden of dikker. Uh, of ze echt krachtiger worden. En die zeggen, ja, eigenlijk denken wij dat, die, dat er gewoon misschien te, we te weinig weerstand is op die manier. Dat mensen. Um, Bij het doen van dit soort groene oefeningen. Ja omdat, ja, het is een beetje, ja, eigenlijk zeg ik het toch een beetje, het zijn een beetje slappe oefeningen. Als je het afzet tegen bijvoorbeeld een echt krachtprogramma met gewichten. Die je dan gecontroleerd een x aantal keer uitvoert, aantal sets daarbij. Want, ja, wat je natuurlijk ook bij de core stability hebt, is van, ja, mensen op een gegeven moment, die doen dat net tien keer En bij de achtste denk denken, ja... Ik word moe, voelt niet meer lekker, vind niet leuk. Ik voer hem niet meer goed uit. Dat, dat is het klopt. andere, hè? Ik denk dat dat zeker voor mij ook kan. Vooral aan de hand is. als je iemand er niet bij hebt die kan zien van, hey, let op, want nu voer je hem uh, ja, onzorgvuldig uit. Nu ga je andere spieren inzetten waar dat niet moet. Dus zij zeggen eigenlijk, nou, voor topsporters zien wij echt geen meerwaarde van een rompstabiliteitsprogramma zoals, nou ja, uh, en, dat en dan bedoelen ze doet. bovenop het superintensieve trainingsprogramma ja, en regime wat, die, wat deze topsporters ja. toch al hebben. En daarbij waar de traditionele krachttraining gewoon wel er, er al in zit, hè? Ja. Dus dat ja. is er al wel. Dus we moet goed opletten als amateur. Kunnen wij niet zomaar uitconcluderen. We hoeven dus niet op de grond ja. gaan leren, want wij doen niet structureel krachttraining. Ja. En zij zeggen echt, ja, wil jij gewoon sterke spieren krijgen, dan moet jij een traditioneel krachtprogramma uitvoeren met gewichten of met, nou ja, eventueel weerstandsbanden, dat kan ook nog. Maar niet, ja, de manier waarop wij dat nu doen, met de oefeningen die we al eerder beschreven, want daar hebben wij weinig evidentie voor dat jouw core daar echt nou extra sterker van wordt. Uh, ja, en dat... Ja, In dat, de context van die topsporter die al heel veel traint. Ja, ja. Helder. Ja. Heb ik nog een vraag? En dan gaan we zo naar uh, Zoomen met Vroemen. Die blessure kant van het verhaal. Ja. Want dat is natuurlijk ook waar Titus vooral op insteekt. Ja. Daar, zegt hij, daar weten we het al van. Voor het blessure stuk. Ja, maar hij zegt volgens mij in de. Ja, deels preventie. Maar volgens mij haalt hij het meer over mensen met rugproblemen. Ja. Ja, 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 die ja, ja. dan moeten revalideren ja? of terugkomen. Ja? Ja. Nou, er is echt heel weinig gedaan op, op dit terrein. In ieder geval voor. Pak hem dus gezonde uh, atleten. En heel recent, 2024, in de British Journal of Sports Medicine. Dat is echt wel een goed tijdschrift. Een Finse studie, die hebben het heel netjes uitgevoerd. Die hebben gekeken bij nieuwelingen die gingen hardlopen. Die waren minder dan twee jaar bezig. En die liepen slechts 20 km per week maximaal. Dat is dus echt beginnend. Ja, en die perfect. hebben toen gedacht, wat is er meer dan, maar meerwaarde voor hun? Door core oefeningen te doen. En dat deden ze dan samen met de heup. Maar ja, we hebben al van die, die liggen in elkaar verlengde. Um, 245 vrouwen opvallend. Want ze hadden dus veel meer vrouwen dan mannen. 80 mannen. Grote studie verdeeld in groep die ofwel die core versterkende oefeningen deed. Er waren acht verschillende oefeningen. Ofwel uh, enkel en voet versterkende oefeningen deden. Okay. En dat deden ze... Uh, of alleen statisch strekken en rekken. Ja. En dat deden ze. Uh, dus in feite niks. Dus drie groepen. Ja. Core oefeningen, enkel en uh, onderbeen uh, oefeningen. Dit deden ze en twintig niks. minuten. En dan komt hij wel weer, verwarrend misschien, voorafgaand aan het loopprogramma. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, een soort uitgebreide warming-up met core-oefeningen. En dat deden ze dan twee keer in de week, ja. eh, onder supervisie van een fysiotherapeut. En dat vinden ze heel belangrijk, omdat zij zeggen, ja, in eerdere studies was dat onvoldoende gedaan. werden mensen naar huis gestuurd, doe thuis, maar geen enkel zicht daarop. Daar kwam toen niks uit. Mm -hmm. In dit geval zeggen ze, nou, 24 weken lang gedaan. En ze hebben gewoon gekeken naar mensen die blessures kregen. En uiteindelijk, inderdaad, de eerste groep, dus die die dus twee keer per week voorafgaand aan die hardlooptraining... hun core- en heupoefeningen deden onder supervisie... die had daadwerkelijk minder hardloopblessures. Nou, het scheelde iets van 40 tot 50 procent... ten opzichte van de andere twee groepen. Dus zeggen ze, ja, het kan Ik zeker... Ik vind dit soort percentages altijd wel heftig, Jurgen... want ja. je beschrijft een omvang van ja, een onderzoeksgroep van iets meer dan 300 mensen. Ja. Dus 40 of 50 procent als ze in de ene groep drie zitten... en de ja. andere twee. Ja. Dan heb nee, ik heb het absolute niet niet, maar nou, kijk, we weten hardloopblessures komen best wel veel voor. Zeker, dus zeker. Ik denk, Ik, vind uh, dat, ik ja, geloof het ook, ja. want het is natuurlijk helemaal in lijn ja. wat uh, uh, we in die ASM-aflevering horen, wat ze bij Cycling Class doen. Ja. Namelijk ga nou eens even rustig dat hele live in gang zetten. Ja. Uh, en dat voordat je dat je, je, dat je, je sport gaat precies. doen, dat ja. doe je hier dus ook. Dus conclusie van hun is: het, het heeft zekere meerwaarde bij beginnende hardlopers. Heb je het al? Mits uh, de oefeningen goed worden uitgevoerd. Uh, dit waren pittige oefeningen, benoemen ze dan ook nog. Ik gebruikt ook weerstandsbanden erbij en, uh, en dat soort dingen. En uh, ja, consistent, uh, hou het 24 weken vol. Dan is er uh, in dit geval wel een meerwaarde van. Maar ja, nogmaals, dit is dan één. Echt goed uitgevoerde studies. En uh, ja, het kan zomaar anders gaan als bijvoorbeeld puur die core stability oefeningen thuis gedaan worden. Dan blijkt het al. Ja, minder andere... effecten hebben. Ja, 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 ja. Ja. Dus, maar dat heeft dan te maken weer... ook met mijn eigen karaktertrek... Mm -hmm. dat als je het zelf moet doen... Ja. dat het dan moeilijker is. Want inderdaad, bij de bodyboost... als het me lukt om te komen... dan doe, uh, doe je wel. ik ook braaf mee. Ja. ja, dat vind ik dan loodzwaar... maar uh, ja. dan, dan doe ik wel mee. Ja, ja. We gaan eens dus even aan de topcoach... Guido Vroemen... maar ook aan de sportarts Guido Vroemen vragen... hoe hij tegen dit hele onderwerp aankijkt. We zullen hem eventueel met deze wetenschap om zijn oren slaan... maar hij is toch onze praktijkman... Um, maar niet voordat we even kijken naar onze community Twee dingen die we eruit lichten uh, Het begint aardig uh, lekker levendig te worden In de WhatsApp groep Rondom slimmer presteren naar de Zevenheuvelenloop ja, Als je leuk. denkt, hé, hey, ik doe ook mee aan de Zevenheuvelenloop Nou, word dan vriend van de show Want dan kom je bij onze WhatsApp community dan Kun je lekker meekletsen Weet je wie de laatste tijd allemaal vriend van de show zijn geworden? Ik zou het totaalbeeld Ik ben nog heel de naam ja. Het zijn mensen die zijn gesurfd naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En die doneren ons dan een kop, maar liever nog een pot koffie per jaar. Want dan krijg jij een kopje gratis, betalen wij maar één keer transactiekosten. Het is, kijk, en dit vind ik leuk: Peter Koopman, prorunning. Ja. Je kan natuurlijk ook even gewoon ja. een shout-out naar je bedrijf kopen. Want de naam die je daar invult, die lees ik voor slim gedaan, Peter Koopman. Michelle werd, uh, gaf ons een pot koffie. Thijs-Jan gaf ons een pot koffie. Steven deed het ook. En Paul Kreupeling, mm -hmm. kennen we van de UITT, ja. zwemt mee op de maandagavond in Zeist. En die zei, nou, dan word ik ook wel even vriend van de show, want dan kan ik lekker meezwemmen. Gert Nauwe zwemt ook mee in Zeist. Die werd het. En Florian, die uh, gaf ons ook uh, een goede scheut koffie. Dus uh, dank, vrienden van de show. En wil je nou jouw eigen naam ook horen in een uitzending, dan moet je even naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Tweede wat we altijd even doen voordat we naar Guido schakelen, is een lid uit onze luisteraarscommunity op het podium zetten en een paar snelle sokken geven, omdat we dan zeggen: vertel ons nou één ding waardoor jij sneller bent gegaan door slimmer presteren. Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Meet me. Goedemorgen Gerrit en Jurgen. Het blok hier. Ook de podcast van de Masters of Movement uh, heeft mij aangezet tot anders te gaan bewegen. Uh, naast fietsen en schaatsen, wat ik al jaren doe, uh, ben ik ook gaan bootcampen. Zodat ik uh, toch weer andere bewegingen maak, waardoor ik hoop uh, ja, beter te kunnen presteren. Ik ben pas net begonnen, dus of het veel effecten heeft, weet ik nog niet. Maar ga zo door. Groetjes, het blok. Ja, het Blok was er ook bij in Leersum bij de 200 ja, aflevering leuk. En hem lukt het dus wel om te variëren. <laughs> Mede dankzij ons ja. enthousiasme voor de ASM. En uh, nou ja, nogmaals, het, het lukt mij ook wel om te variëren. Dat stuk lukt me wel. Het gaat me vooral om die, die kale kooroefeningen op de vloer. Ja, we zullen het maar eens aan ons, uh, aan ons geweten Guido Vroemer gaan vragen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Een uh, zoomen met vroemen die ik een klein beetje spannend vind. Want uh, hmm. dit is het stuk waarmee ik me eigenlijk disqualificeer als atleet voor jou. Want jij zegt altijd: atleten die bij mij trainen, die moeten gewoon gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen. Ik ga niet met de zweep erachteraan. <laughs> nou, laat nou krachttraining, core stability op de mat uh, het ding zijn waar ik mij moeilijk toe kan motiveren. En ik hoop eigenlijk in deze aflevering erachter te komen. dat gewoon heel veel hardlopen, fietsen, zwemmen al genoeg is voor de core. Waar sta jij in dat debat en dat vraagstuk, Guido? Zelf, persoonlijk bedoel je dan? Of als nou, laten trainen. we daar maar eens mee beginnen. Dan kunnen we nog een beetje met elkaar relateren. Ik doe dat persoonlijk ook niet. Oh, en heb nee. je daar enig schuldgevoel over? Nee, oh. nee, ik, ik, ga, weet je, ik fiets eh, voornamelijk veel. Nou, dan moet ik zeggen, dan is core stability eh, nog steeds wel belangrijk. Zeker uit mountainbiken. Maar als je heel veel andere dingen doet eh, eh, rondom, eh, ik noem maar, je huis. Eh, met eh, allerlei bouwwerkzaamheden, hout hakken, eh, in de tuin. Nou, dan ben je ook wel best wel eh, flink bezig. Dus dan denk ik, nou, zolang ik nergens bepaalde specifieke klachten doorkrijgt, dan uh, ga ik er nog niet heel veel extra aandacht aan besteden. Maar als ik nou, eens, bijvoorbeeld, als ik ergens last van krijg, dat ik denk, goh, ik kan nu gewoon niet meer fietsen normaal, door. ik heb daar zoveel pijn aan, ik moet oor slechte korsten, dan ga ik daar echt wel wat aan doen. Heb je dat in het verleden gehad? Of, ja, uh... Met name met SI, bekken, lage rug, dat soort dingen, als dat super stijf wordt, dat je denkt, ja, uh, ik geloof dat ik uh, wat verwaarloosd heb. Ik moet er even weer wat uh, uh, bij schroeven. Ja, en wat ga je dan doen voor oefeningen? Ja, dat is met name dan... Het zijn geen hele zware oefeningen. Het zijn mobiliserende oefeningen. Wat, wat uh, toniserende oefeningen voor je buikspieren, rugspieren. Alles een beetje weer sterker maken. Zodat je houdingspieren, hè, de bewegen, de, de beenspieren doen het meestal wel. Maar het is meer je houding goed houden. Die zijn dan wat, ja, wat minder sterk geworden, hè? Ja, en mobiliserend, toneriserend, ik vind mooie ja, woorden. Ja, mobiliseren maar, is een beetje zeg wat maar ja, ik onder de... bewegelijk houden. Hè. Ik merk wel eens soms bij een si gewricht. dat is al niet zo heel uh, um, um, mobiel om het zo te zeggen. Er zit al een klein beetje bewegelijkheid in. Maar soms dat je denkt, oh jongens, die lage rug. Als je dan opstaat dat je denkt, oh, dat is allemaal niet meer zoals het vroeger uh, zo soepel was. En dat dus betekent dan een raar... beetje draaien of zo, draaien of slingen. Ja, ja, ja. 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 Mooi. ja. He, dus uh, als je uh, een beetje zo linksom en rechtsom draait op je stoel. Dat je denkt: Nou, ik, zou, ik moet toch wel verder kunnen dan dit. Voordat ja. het al uh, vastloopt en pijn gaat doen. Ja. Dus dit is Guido Vroemen, de middel Man in Lycra. Fijn dat we daar nog een beetje op hetzelfde, uh, <laughs> ja. hetzelfde plan ja. zitten. Maar ja. nu, uh, Guido Vroemen, de, de trainer en coach van Topatleten. Wat ja. laat jij jouw atleten doen? Hoe kijk je er dan naar? Kijk, zolang iemand. Nergens last van heeft, fysiek geen beperkingen, geen klachten van uh, bepaalde gewrichten uh, noem het maar op, gebieden. Um, en hij kan zijn trainingen altijd doen. Ja, dan is niet mijn eerste zeg van ja, maar je moet ook nog heel veel core stability gaan doen, want um, da dat kan je ook nog eens uh, um, extra procenten meer opleveren op prestatiegebied. Als je nou bij bepaalde trainingen, hardlopen, uh, wordt vaak dan optreden. Nou ja, klachten gaat krijgen die mogelijk te maken hebben met um, een verminderde core stability. Minder sterk zijn in je houdingsspieren. Ja, dan moet je daar wel aandacht aan gaan besteden, want dan doe je je wel tekort. En als je prestatiegericht bent, ja, is dat zonde. Ja, en hoe kijk je dan aan de beweging, waar Tieter Schoffelen aan refereert. We hebben hem niet helemaal opgezocht hoe groot die beweging is, realiseer ik me, Jurgen. Maar hij schrijft, een beweging die op gang komt... die aantoont dat juist het bewust aanspannen van je koor... herstel in de weg kan staan of misschien zelfs klachten kan veroorzaken. Was jij daarvan op de hoogte? Ja, ik denk dat dat een beetje de nuance moet zijn. Um, soms worden bepaalde trainingen uh, ook heel erg overdreven... En als je, ja, dan kun je daar ook juist klachten door verergeren. Ja. Um, maar ik denk uh, als je het, als er naast doet wat al ondersteunend is. en dat dat drie keer in de week een kwartiertje is of zo. dat dat niet heel veel negatieve nee. effecten heeft. Nee. Maar doe jij jouw atleten, die, uh, ik neem aan, kijk, Gerrit uh, doet het niet onder begeleiding. Maar misschien topatleten doen zoiets in, in een sportschool waarbij iemand meekijkt. En uh, naar de manier waarop zij hun uh, oefeningen doen. Ja, uh, yeah. en. Werkt het inderdaad op die manier of heb je zoiets, nou weet er zijn zoveel oefeningen te vinden op, uh, op ja, internet. Uh, dat laatste, weet okay. je, er zijn heel veel filmpjes tegenwoordig met allerlei diverse uitvoeringen van oefeningen. En nou is bij core stability heb je niet uh, zware handels nodig en mm. het uh, schouwen en trekken van allerlei gewichten. Ja. Dus het risico dat je um, een blessure krijgt doordat je iets verkeerd uitvoert, is, is klein. Mm. Dus die oefeningen die je dan gewoon zelf kunt opzoeken. en die kun je natuurlijk ook selecteren voor bepaalde mensen. die en die en die. Je maakt een ja. rijtje van ja. uh, vijf tot tien oefeningen. En uh, die moet je uh, um, om de dag of zo uitvoeren. Dat is heel simpel. Daar hoef je, hoef je niet iemand bij te hebben. die gaat kijken van of je het wel precies goed uitvoert. Als je, dat, als je daar onzeker over bent. en je weet niet zeker of dat zo is. dan is het wel verstandig om dat ja, een aantal keren onder begeleiding te doen. Maar daarna kun je het ook gewoon ja. zelf, denk ik. Maar dan vind jij die traditionele krachttraining... of weerstandstraining, vind jij belangrijker? Die zijn echt ingebed in het hele trainingsprogramma. En dit... Ja. De core doet, doet een atleet eromheen eigenlijk zelf. Als hij ja, eigenlijk een, moet je uh, het zo zien als je, je echt... specifiek je seizoen gaat voorbereiden... en met een krachttrainingsperiode... dat mm -hmm. is een beetje aan het begin van, de, van dat seizoen... je gaat eigenlijk... Uh, um, Iets faciliteren, omdat je veel meer kracht wilt straks wilt inzetten tijdens het seizoen. Ja. ja. Dan zul je daar een bepaalde periode voor moeten vrijmaken. Dat je, dat, ook, hè, dat je daar meer aandacht aan besteedt. En meer kracht kunt leveren. Ja, dat, dat is belangrijk. Maar als je dan het seizoen ingaat, gaat, gaat zeg maar de, de, de specifieke krachttraining eigenlijk weg. En wordt het in. In de, in de sport wordt het specifiek toegepast op de fiets, hardlopend zwemmend. Mm -hmm. En heb je een beetje onder, ja, ondersteunende nou, noem het dan maar krachttraining, in de vorm van core stability. Okay, en dat is echt meer onderhoud van de rest, ja, ja. Maar, maar niet heel zwaar. Ja. Maar de spannendste en belangrijkste vraag voor mij in deze aflevering, Guido, is nou, als ik al vijf, zes keer in de week ga fietsen en hardlopen en zwemmen. Kan ik dan niet van die ondersteunende Core Stability oefeningen met een goed gevoel af? Je kunt er gewoon als je tv kijkt ook die oefeningen doen. Ja, dat kan wel, maar dat lukt mij dus niet. Want één, ik kijk vrijwel nooit tv. En gast, twee, ik vind er geen klappen. Dat lukt me niet. Jonge. <laughs> hey, nee, maar even toch, ik zit niet voor de tv. Dus dat lukt okay. niet. Maar... maar je zit ook wel eens aan tafel of in een stoel. Of... Ja, wel eens, ja, bij het eten. Ja, nou, precies. ga je even okay, actief je, zitten. Ik ga je hebt vast wel even... ergens in de denken: God, ik heb een kwartier of een half uur toch niet heel veel dingen gedaan. Had je dat kunnen doen? Nee, zeker. Maar je vindt maar nu, het gewoon niet leuk. Nee, dat precies. Is het daar begon ik mee. En, en daar, nu praat je, maar dat schuldgevoel weer aan, dat ik nee, het dus eigenlijk wel niet. moet doen. Het, het is, ik zeg niet dat je het moet doen, omdat dat je beter gaat maken. Het gaat je wel helpen als je klachten hebt. Als je, hebt je geen klachten hebt, dan ga ik niet zeggen, Gerrit, ja, hey. waarom heb je het nou weer niet gedaan? Nee, maar daar ben ik dus naar op zoek. Kunnen we nou als conclusie van deze aflevering hebben? En kan ik nu de volgende honderd afleveringen door met Core Stability, very nice to have, maar er is helemaal geen wolkje aan de Lucht als je het niet doet. Als je geen klachten hebt, zolang je geen klachten als, hebt. Heel goed, Jurgen. Heel ja. goed, Jurgen. Dat komt. Je als je geen klachten hebt, inderdaad. Dan heb je nergens last van en train je je te barsten en kun je lekker kapot gaan en de volgende dag, nou, twee dagen later ben je ook <laughs> wel weer hersteld, zonder dat je ergens last van hebt. Dat ja. je denkt, ik loop helemaal krom en scheef. Um, Kom je, je bij? Dan ga ik niet zeggen. Is... Je moet ook nog wel je core stability oefeningen doen. Dan denk, dan denk ik wel dat ik daar ben. Ja. Volgens mij train ik. Ben je ik ook veel... helemaal blij zo? Echt een opluchting zie ik hier. Uh. Ja. ja, wel een Oeh. beetje. Ja. En dan nog één keer die andere kant van de medaille. Uh, en dat is de prestatiekant. Ja. En daarvan zeg jij eigenlijk, Jurgen, uit die wetenschappelijke studies die ik vandaag heb meegenomen, zien we daar geen overtuigende meerwaarde? Nee, klopt. Ja. Exact. En Guido, vanuit jouw praktijkervaring. Zeg jij ook? Nou, het, is, het past in een krachttrainingsblok aan het begin van het seizoen, of bij je gewone fietstraining of hardlooptraining. Ja, of je moet, moet je ook. Dan heb je ook nog wel verschil met welke sport je doet. Ik denk ja. dat je als je op je racefiets zit of in een triatlon, tijdritfiets, je zit in de mountainbikesport, hmm. waar heel veel meer uit je lichaam, bij je bovenlichaam en je armen ook moet komen. Ja. Dat het bij de mountainbiken toch iets is belangrijker. Ja. Ja, ja. ja, ja. Precies. Dus nou, die hardloper. Dat is ook logisch. Ja, ja. exact. Ja. We hadden eerder al de metafoor. Kijk, die hardloper, die uh, weet ik hoeveel acht uur in de week loopt. Dan ben je dus al acht uur met een soort zak vlees van 30, 40 kilo. Ben je op je heup aan het balanceren. Dat helpt natuurlijk al. Ja. Toch? Ja, maar het is toch een eenzijdige weet je, belasting. Hmm. Waarom? Het is Hij uh... is toch lekker dynamisch door het bos rent, heuveltje op, heuveltje op. Het is af. wel ren alleen. Nee, ja, dat weet ik wel, maar, maar ik heb nu vanuit het perspectief van de koor. Die koor die ja, okay. wordt toch de hele ja, tijd ja, alle kanten die, op. Die gegooid. moet je aanspannen. En, uh, ja. Ja. Ja, 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 als je kijkt, als dat goed gaat en je hebt, dat, dat, je hebt dan niet steeds. dat je ergens aan je linkerheup, uh, bovenbeen, onderrug. steeds dezelfde klachten terugkrijgt. dan is de, het systeem redelijk in balans. Ja, Mooi. En ik, volgens mij gaat het daarom hè, dat je dat in balans houdt. Ja. Misschien moet je toch een keer een camelback of een, een lekkere rugzak meenemen. Nou, dat dat denk ik vroeger wel eens, dat ik met een rugzak ging lopen. En dan moet je ervoor zorgen dat die rug. Als je, normaal, als je eigenlijk niet heel. Um, als je te veel springt, lopend, mm -hmm. uh, dan, dan gaat die rugzak ook alle kanten op springen. Ja. Dus je moet, dan, dan zorg je er eigenlijk vanzelf al voor dat die, ja, je moet die rugzak strak trekken, maar dat je ook gewoon zonder dat die rugzak je heel veel uh, irriteert, omdat hij alle kanten ophupt. Dan kun je je looppatroon daarop aanpassen dat hij gewoon rustig op je rug hangt. En is dat efficiënter lopen? Ja, ja, even dan, kijken, is, ik dit, denk iets, het wel. is dan, dit iets goeds? Dan, dan je train je dus jouw dus core ja. Uh, ja, met die ja, die, ja. Die, 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 moet, die moet gaan ja. dempen. Die ja. moet zo ja. Ja, dat Aha, je niet dat, dat hupje. Maar dit is even verrassend: die verticale dus beweging wil je zo klein mogelijk tip. maken. Ja. Ja. Boerenverstand van vroeger nog. Ik ik ga dat gewoon zo ja, doen. En ik heb wel een rugzak van 10 kilo of zo had ik dan. Dus uh, Yes, uh, de Graaf die kan gewoon weer die camelback <laughs> om omgaan doen. Van een ja, tijdje geleden. Maar nu met een ander doel. Ja. Namelijk lekker. met uh, het doel om je core, core extra sterk en aanspannen sterker, aanspannen stabiel en, te en houden. Ja, en jezelf ja, te trainen. Ja, dan ja, ja, moet te echt Om de boel aanspannen. Ja. Om dat, weet je, uh, uh, um lekker te kunnen blijven lopen. En jij mag een zak aardappelen op je rug, Gerrit. Dat Vind ik ook goed. Nou, ja. ja, ik ga dit zeker wel ja. even een keer proberen. Want dit, dit voelt dan weer en leuk en grappig. En azm Ga eens ja. met een rugzak lopen ja. en probeer dat hij niet klotst. Ja. Of je kind op je rug. Of, nou, ja, of dat kind, de kind is inmiddels ja. heeft iedereen. Uh, wel eens een beetje een zwaarder. Denk dat denk ik. konijn kind van op. je. Hè? Dat lukt nou, hem nou, ja. niet meer. Heel ah, ja. goed. Okay. Ja. Leuk. Nou, je moet maar eens opzoeken, als je het toen net zei over mountainbiken. Moet je maar eens opzoeken voor een, de beste mountainbiker aller tijden. Nino Schurter. Yep. Yep. Die deed ook heel veel moeilijke dingen wat betreft core stability. Omdat je ja, op zo'n mountainbike moet je ook soms heel lastig... onder vermoeidheid je, 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 die fiets proberen te controleren. En als je dan moe wordt, dan stuiter je alle kanten op. Yep. Ja, dat klopt Johan. Die moeten we een filmpje in de show notes gaan we zetten. Ja, man, Die op. deed ja. me een parcourtje uh, met, met uh, stabiliteitsoefeningen, balansoefeningen, weet ik veel, ja. Heel, ja. uh, heel goed dat je dat noemt, ja. En, uh, ja. dat is ook veel leuker, eigenlijk dan uh, je. Misschien moeten we dat gaan doen. Wat? Nou, wat uh, dan gaan we dat filmpje kijken. En van, dat uh, proberen na te doen? Ja. Ik, kijk, denk dat dat de ik, het film, ik denk dat ik het filmpje ik wel eens heb gezien. ASM. En, uh, ja, dat nou. is toch alleen maar ook Hoi enorme aapkooien. sprongen ja. naar zo'n bal ja. en dan weer uh, ja. oh, op een rol echt... lopen. En ja, 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 dat heb ik wel eens gezien. Oké, okay. ja. nou. zet <laughs> nou. hem erin. Dat ik weet niet leuk. of dat qua pleasure, blessurepreventie helemaal de juiste ja, aanpak is. Ja, maar ik kijk niet naar Guido. Je zet hem gewoon in jouw uh, programma voor deze week. Huh? <laughs> Ja, ik kopieer die linkjes ja. bij jou in het programma, zet ja. ik twee ja. keer, gaan zet ik dit programma uitvoeren Gerritje. Ja, en dit keer ga je naar de speeltuin Gerrit, en dan ga je ja. dit, dit doen. Nou, ja, bomen dit, klimmen, ja. ja. dat heb je ook zat daar. Ja. ja, nou ja, maar dit is wel het element, het element leuk, ja. is hier ja. wel, uh, ik ben in die zin toch een beetje een funsporter, in de zin, ik sport voor mijn lol. En dan ja. al die, 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 die topsportdiscipline die er dan af en toe bij komt kijken, die, die is niet zo aan mij besteed. Dus uh, nou ja, mooi. Ja, je moet af en toe, weet je wat je ook eens kunt gaan doen een keer voor de lol dan? Een survival run. Hmm. Ja, We hebben natuurlijk ja. veel mensen in onze community, veel, een aantal mensen in onze community uit die, uh, uit die hoek. Die ja. hebben ons wel uitgenodigd. Ja. Ik loop wel eens natuurlijk in Driebergen, ja, langs Camping het Grote Bos, waar natuurlijk het ja. parcours van Hang On is. Ja. Sterker nog, nou één, als ik daar langs loop, denk ik, oh my g, ja. ik geloof niet dat ik hier uh, is overheen zou komen. En dan denk ja. ik, oeh, dan moet ik het juist gaan doen, want ik kan er wel wat van winnen. Ik zal je nu bekennen, ik heb volgens mij begin dit jaar op de website van Hang On gezeten. En overwogen inderdaad, om te kijken, hey, zou ik dat er niet eens bijsteken. Dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Maar die vereniging steekt zo in elkaar en daar zullen ze een goede reden voor hebben. Je komt daar niet, net zoals bij UTT wel een keer binnenlopen, niet een keer binnenlopen. Je moet als kennismaking uh, okay, ja. een theorieavond en drie kennismakingstrainingen doen. Dan moet je voor 250 euro het pakje kopen. En als je dat hebt gedaan, ja, de Hengon uh, kleding, weet ik veel. En als je dat hebt gedaan, dan mag je meekomen doen. Toen dacht ik, nou dat niveau van commitment uh, heb ik op dit moment ja, okay. niet. Maar, maar we uh, kunnen ook zelf een UATT-uitdagingsparcours uh, yeah. uh, uh, ja, maken. Bij jou hoor, in de achtertuin joh. of je meldt je aan bij, uh, bij het leger. Ja, ja, als vrijwilliger. Nou, ja, we hebben we altijd mensen nodig. Dat is waar. Oké. Okay. Nou, ik zal het in overweging nemen. <laughs> <Ja. laughs> Zeker in deze tijden. Ja. Ja. Ik, uh, nou, dank voor de tip. Hartstikke leuk. Oh, Heb je hey. nou ook nog meer van dit soort tips? Hoe ik mijn lijf een beetje onder stress kan brengen en mijn course kan trainen? Dan ga eens naar onze social media kanalen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Je mag ze allemaal mailen naar post slimmerpodcast.nl. Uh, of je mag ze droppen op onze socials: slimmerpodcast op Instagram of de slimmer presteren podcast op LinkedIn. Ga ze vooral even volgen. Dan zie je iedere vrijdagochtend waar de aflevering van die week over gaat. En uh, ga vooral ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. En daar vind je natuurlijk onze webshop. In die webshop 25% korting voor vrienden van de show. En uh, steeds meer leuke items. De Batman staat er al bij. De singlet, nou nah, die is er nog niet, maar die kun je wel pre-orderen. Net zoals het wielershirt. En uh, natuurlijk gewoon het active running shirt. Het wordt weer kouder, we gaan naar november. Ja. De buff moet je natuurlijk sowieso aan hebben ja, maar bij we de goed nog, hebben we die nog niet? We hebben nog geen handschoenen, maar eh, ik kan hetzelfde beleid doen als een aantal weken terug bij de Singlet. Alle mensen die op zoek zijn naar slimme presterende handschoenen, als je interesse ja, hebt, mail naar postslimpodcast.nl. 10 mailtjes is besteld. Ja, uh, iedereen heeft koude handen straks. Dan kun je niet zeggen dat ik heb nooit koude handen heb. Nou, ik ik heb eigenlijk nog door. niet zo vaak custom merchandise handschoenen gezien, uh, Guido. Heb jij die wel dan? Ik heb echt heel veel handschoenen. Want ik, ik, ik heb ze voor alle, voor de koude, voor natte omstandigheden. Anders trek ik het gewoon niet. Maar wat voor handschoentjes zijn dan goed voor onze. Nou, we hebben het meest. Ja, vooral je moet handlob... denk ik gewoon een beetje. Ik denk dat je. Die, de meeste mensen lopen toch. Dus je moet niet van die hele dikke hebben. Maar een beetje vliesachtig spulletje. Dat je denkt, nou, dat niet als het zeik van de regen. Want. Ja, dan wordt het toch allemaal nat. Ja. Maar wel als het een beetje frisjes is. en je denkt, nou dan heb ik net even een een beetje een stofje om mijn handen. dat ik uh, lekker warme handen heb. En dat scheelt toch met lopen. Ik zeg, goede opdracht voor Paul. Paul, je Dank. hebt het bij deze ja. gehoord. Oké, okay. <laughs> aan de slag. Hop. En we zien ze wel verschijnen in Succes. de webshop. En uh, op onze socials droppen we ze natuurlijk ook als we ze hebben. Mooi Guido, dankjewel. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Jo! Doei! Hoi. Ja, wat fijn dat je nog steeds luistert aan het eind van deze aflevering over slimmer trainen. En nu dan het moment waar ik al weken naar uitgekeken heb. Ik kan je zeggen dat we aan het eind van iedere aflevering jou een luistertip geven. Voor een aflevering uit ons rijke archief van meer dan 200 afleveringen Slimmer Versteren podcast. En we kunnen ons natuurlijk heel goed voorstellen, zeker als je later bent ingestapt. Dat je echt niet weet wat er allemaal gedaan is, allemaal te krijgen is. Dus Jurgen, als je nou dit interessant vond. Waar zou je dan ook eens naar moeten luisteren? Ja, dus dit is echt een oudje. Zie je? Aflevering 18 <laughs> gaat ook over de krachttraining bij ouderen en het ouder worden, het belang daarvan. Ja. Um, dus dat past denk ik heel goed bij deze aflevering over core stability uh, oefeningen. Ja. Waarom je juist als je wat ouder wordt en dus ook misschien wel je ja. ouders als je nu luistert, uh, concrete tips moet geven hoe zij fit, vitaal en vooral sterk blijven.